Ja, met zo'n achterban, Mats, die dit weer doet, hè? 700 man bij een training, ja, dan moet je eigenlijk haast wel. Ja, zeker. Dit is geweldig om eens een dag voor de wedstrijd, voor zo'n belangrijke wedstrijd hier in het stadion aan te komen. Ja, en dan zulke topsporters hebben met vuurwerk en alles en toegezongen worden, ja, dat is prachtig. En ja, dan moeten wij morgen voor zorgen dat hun samen met ons een klein feest kunnen vieren en dan op naar de finale. Ja, ik kan me voorstellen dat het toch wel een erg enorme steun in de rug is. Ja, absoluut. Absoluut. We weten sowieso dat wij een goede 12e man hebben. Ja, en dat bewijst ze nu des te meer om een dag voor de wedstrijd zo op te komen te dagen hier zo. Maar even naar de realiteit. De eerste wedstrijd is verloren van FC Eindhoven met 1-0. Dus NAC moet flink aan de bak. Ja, precies. De eerste helft kan je zeggen hebben wij verloren met 1-0. En nu thuis moeten wij het zorgen dat wij het gaan afmaken. En ja, dan zullen we wel beter voor de dag moeten komen dan afgelopen vrijdag. Die eerste wedstrijd in Eindhoven, je was niet bij, hè, want jij was geschorst. En ik neem aan dat jij maandagmorgen wel gewoon speelt. Ik neem aan ook van wel, ja. En ik heb er super veel zin in. En we hebben iets recht te zetten met z'n allen. En dan op naar de finale. Ja, proef je dat in de groep, dat de scherpte er nu misschien wel is, dat de eagerness er wel is? Ja, absoluut. Er zijn bepaalde jongens in het team die er echt op hameren. En die zeggen dat het super belangrijk is. En ja, mocht dat niet binnenkomen, dan is dit hopelijk wel binnengekomen. Want anders begrijp ik het ook niet als je niet weet waar het over gaat. Jij hebt die wedstrijd ook gezien natuurlijk in Eindhoven. Ik heb je zien lopen. Ja, wat vond jij ervan? Ik wil daar niet verder op terugkijken eigenlijk. Ik wil gewoon kijken naar morgen. En morgen is belangrijker dan afgelopen vrijdag. Ja, één ding is duidelijk. Morgen NAC zal moeten scoren. Twee keer in ieder geval. Wij moeten zeker scoren. En ja, dat is ook ons doel. Maar je moet natuurlijk wel ook oppassen dat Eindhoven niet scoort. Hè? Want ja, het is het Europese systeem. Dus ja, die doelpunten tellen dubbel. Ja, tuurlijk. We gaan niet als een kip zonder kop lopen, om het zomaar te zeggen. Maar het is wel, het plan is wel duidelijk dat wij gewoon... Gewoon moeten gaan scoren en moeten gaan aanvallen. Maar ja, verdediging hebben we daar weinig weggegeven. Dus als we dat weer doen, dan verwacht ik dat wij doorgaan. Ja, afgezien van de belangen die op het spel staan, dit zijn natuurlijk ook de wedstrijden die je graag wilt spelen. Hè, spelen. Ja, tuurlijk. Juist met die belangen erbij en alles. Gewoon zorgen dat je top fit bent en 100% geconcentreerd. En ja, de rest komt vanzelf wel als je hier het stadion binnenloopt en met deze gasten erbij. Ja, de rest komt vanzelf dan.